de laatste dag van de Vierdaagse van Boksel, de avondvierdaagse. Kijk, daar komen ze aan. Hey! Hallo! En, hoe was het? Ja, heel leuk! Ik zie Steve! Ja? Ja, heel leuk! Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ja, wij wachten onze wandelaars op. Zijn jullie van een school of zo? Of? Ja, we zijn van de Spelenleermes. Spelenleer? Ja, gezellig. We hebben 111 wandelaars. En wat krijgen ze? Een medaille. Een ijsje en een lekker glaasje wijn. Nou, heel goed. Gelukkig met het weer. Goed, zullen we het warm hebben, denk ik. Denk het ook, ja. Nou, veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Wie gaat u verwelkomen? Ja, onze kleinkinderen. Ah, hoeveel zijn het er? Drie. Ja. Die lopen allemaal de Vierdaags? Die lopen allemaal mee. Dat is knap. Ja, maar ja, ze hebben er zin in, hè? Ze houden ervan, ze zijn sportief. Trotse oma en opa. Tuurlijk. Ja, klopt. Ja, hoort erbij, hè? Krijgen ze nog een kleinigheidje? Tuurlijk. Ja, altijd, hè? Ik vind dat ze wel verdiend hebben. Wat is er zo leuk in een avondvierdaags? Ja, gewoon veel snoep eten. En met je vriendinnen leuke kletsen. En waar heb je al over gekletst dan? Ja, eigenlijk over alles. Ja, hoeveel heb je gelopen? In totaal 40. In totaal 40. Ja. 10 per dag? Ja. Hartstikke gek zijn jullie. Willen ze niet luisteren? Nee, niet helemaal. Wat moeten ze doen? Nou, de wandelaars moeten daarin, maar deze jongens die willen ergens anders heen. Maar. Nee. Ja, we moesten jou we hebben de weg gevolgd, maar nou deze meneer zegt die kant op, dus ja. Dan blijft er maar één ding over. Nee, maar jullie kunnen hier ook gaan staan. Ja. Goed. Maar. En mogen we een stukje meelopen? Ja, dat zeker mag dat. En hoe was het? Leuk. Hoeveel heb je gelopen? 5 kilometer. Zo, in totaal 4 keer 5? 20. Ja, en welk school zit je? Voorspoel. Ja, dan moet je wel 4 keer 5 kunnen uitrekenen. Ja. En hoe is het met de kuiten? Heel goed. Hoeveel heb je gelopen? Maar 5. Oh. Klein stukje, hè. Groot, lange benen. Grote halen, dus oké. Okay. Snel thuis. Snel thuis. Vlucht naar het terras. Wie staat u te wachten? Kian. Op een heel klein jongetje, Kian. Kian? Dat is bijna ons buurjongetje. Ah. En dat is zo'n schatje. Ja, schatje? Ja. En Boas. Die woont er tegenover. Oké. Dat is ook zo'n schatje. En zijn ze al in de buurt? Nee, ik heb ze nog niet gezien. Niet gezien. Nog niet. Oké. Maar dat komt nog wel. Maar dat komt nog wel. Ja, ze komen wel. Ze hebben een rood t-shirtje aan. Een rood t-shirt? Een roodje. En die Boas in groen. Groen en eentje rood. Rood en eentje groen. Ja. Okay. Dan zijn ze daar? Ja, daar zijn ze. Maar dat is ze niet. U loopt flink door. Ja, dat wel. Hoeveel kilometer hebben we gelopen? 10 nou, vandaag. Vandaag 10? Ja. En gisteren 10 en dinsdag ook 10 en woensdag ook 10. En waarom? Was ze er zo leuk aan? Ja, gewoon boksen echt anders zien dan op de fiets en zo. De voeten gaan wat langzamer, hebben wat meer tijd om ergens om me heen te kijken. Ja. Goed gedaan. Jazeker. Ja, volgende. Oh, daar gaat. Bloeper, hebben we die erop staan? Ik hoop dat hij erop staat. En viel het mee of tegen? Oh, ik heb niet meegelopen. Niet meegelopen? Ja, u doet alsof een klein stukje. Ja. En toch een medaille in ontvangst nemen? Ik te halen, dat is alles. Oké. Okay. Was het leuk? Ja hoor. En was het nou zo leuk aan een avondvierdaagse lopen? De gezelligheid. Was het nou zo gezellig aan een avondvierdaagse? De muziek en lekker met vrienden en zo. Bij. Ja, en lekker kletsen. Ja, nou, wat kletsen jullie dan over? Aha, dat kan je niet weten zeggen. Over van alles. Ja. Gewoon over van alles. Moet u niet vertellen? Nou, ik zou zeggen, loop door over de rode loper. Ja. Veel plezier. Ja, dankjewel. Laatste loopjes, hè. Hoeveel heeft u gelopen? 10. 4 keer 10? Ja, zeker. En daar is, hoeveel is dat? 50. 50 kilometer, ja. Nou, dat is goed. Door het losse zand. Heen en terug, hè. Ja. Heen en terug. En hoe was het met de blaren? Goed. Geen last van? Geen last van. Mooi zo. Van de hitte. Ja, ik zie het, ja. Je bent er bijna. Bijna. En blijven klappen. Ja. Hij is zo blij. Was het leuk? Vind het vooral leuk dat je het 4 dagen lang moet doen. En hoeveel heb je gelopen? Ik heb een paar keer 5 gedaan. Ook 1 keer 10.
Zo. Dus ja, nou ga ik weer voor de 5. Goed gedaan, jongen. Ja. Waarom hebben jullie niet meegelopen? Weet ik eigenlijk niet. Goeie vraag. Aha, goeie vraag, hè? Ja. En waarom hebben jullie niet meegelopen? Ik weet het. Je zusjes. Lekker met z'n tweeën wandelen. Ja, nou, ik heb niet, nee, ik weet het eigenlijk niet. Niet aan gedacht. Eigenlijk ben ik zo nat gaan spuiten, maar. Maar waarom ben je hier dan? Ik kom onze school. Vriendinnen. Ja. Opwachten, laten we opwachten. En welke school is dat? Sint-Petrus. Sint-Petrus. Ja. Volgend jaar wel meedoen? Dat leukste niet, school van heel de wereld. Zit in het laatste jaar. Ja, maar je kan altijd meedoen. Dat is een smoesje nou, hè? Nee, dat kan ik. Ja, je kan niet met mijn school meedoen, maar je mag wel meelopen. En dat wist ik niet. Ja, natuurlijk. Nou, bij deze. Zie ik jullie volgend jaar, hè? Ligt eraan of dat er ook andere kinderen meedoen. Ik ga dat niet kan, als enigste. Dat kan niet, want we zitten ja, nee, 8. Dan kun je alsnog meelopen. Ja, er lopen toch ook grote? Die, of zijn die 24 keer blijven zitten misschien? Nee. Zou kunnen. Nee, denk ik. Hoe was het? Leuk! Waar hebben jullie gelopen? De 5. De 5 kilometer. Nou, samen 10 eigenlijk. Ja. Zo kun je het ook zien, hè? Ja. Dat was leuk? Ja. En wat doe je dan tijdens zo'n loop? Ja, gaan lopen en praten. Ah, wat praat je dan over? Ben ik benieuwd naar. Ik heb net ook aan de meisjes gevraagd en die gingen allemaal lachen. En jullie? Ja, over heel veel dingen. Noem eens iets. Spelletjes, ja, spelletjes. Aha, ik geloof er niks aan. Nog veel meer volgens mij. Ja. Dat wil je niet vertellen. Ja. Rood geluid. Laatste loontjes. Bijna zijn we er. Is het warm of viel het mee? Het is wel warm, ja. Hoe was het? Leuk. Leuk? Hoeveel heb je gelopen? 5, zie ik. 5 kilometer? Ja. Dat is wel heel veel. En gisteren? Ook 5. Dat meen je niet. Ja. Knap hoor. En ben je moe? Nee. Echt niet? Nou, ik vind het heel knap. Je bent er bijna. Ja. Succes. Ik pak het op, dankjewel. Klein beetje vals spelen op het eind? Ja, hij heeft het gevallen. Als je gevallen? Hij is gevallen. Dus hij heeft het heel goed gedaan, Pepe. Zo. En heb je gehaald? Ja. Een klein beetje. Maar daarna bijna alles gelopen. Maar er is een schaafhond, die doet best pijn hoor. Ja. Nou, succes, je bent er bijna. Dankjewel. Heeft u de afstand afgelegd op uw teenslippers? Ja, zeker. En dat gaat gewoon? Ja, tuurlijk. Dat is lekker. Met dit weer. Dit is het derde paar, hoor. Dus... Ja, het derde paar. Hoe ging het? Goed. Ja? Ik doe dat prima. Hele goede chauffeur. Ja, goede chauffeur? Hele goede chauffeur. Ja, ik ben een chauffeur geweest. Dat heb ik zeker gemaakt van. Maar het is goed, man. Maar hebben jullie echt die kilometers ook afgelegd? Ja, 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 ja. Tuurlijk. Hoeveel kilometer? Hoeveel, Harry? Van begin tot nu? Ja. Nou, wel 15. Zo, dus de moeite. En warm of niet? Nee, het is wel warm. Het is wel te doen, hè? Ja. Nou, je bent er bijna. Helemaal goed. Je bent er bijna. Goed. Komt helemaal goed. Laatste loodjes. Kijk dan, kijk dan. En hoe ging het, mevrouw? Uitstekend. Goed? Uitstekend. Niet een beetje warm? Ja, dat is toch lekker. Ja, en hoeveel kilometer heeft u gereden dan? Nou, zoveel dat ik het niet meer bijgehouden. Hoeveel kilometer? Heel veel. Ja. Wel bijna 5. Oh. Bijna 5. Goed, en ging het met jullie ook een beetje met de warmte en zo? Nou, amper. Amper. Maar het was echt afzien. Heel de weg was gruwelijk afzien voor ons. Ja, dacht ik ook. Vooral ook omdat we hier heel de tijd een knopje in moeten duwen van de elektrische rolstoel. Ja. Krijg je gewoon een zere duim. Ja. Ja. Dus iedereen heeft zere voeten en jullie zere duimen. Ja. Zere duimen. Ja. Ja, mooi. Goed om te weten. We los elkaar af. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, duim erop. Succes en je bent er bijna. Ja. Wij duimen nog even verder. Duimen ze even verder. Kijk, zie je dat? Duimen. Kijk, Piet. En dat gaat. Nee, dat doe ik ook. Dat kan ik niet tegen. Ja. Hallo. Hallo, meneer. We hebben het gehaald, hè? Ja, nou ja, nonneke hoor. Ja. Mooi, hè? Hij is er weer bij, hoor. Ja, ja, natuurlijk. Hè. Dat moet erbij zijn, hè. Hallo. Lukt het een beetje met hem? Ja, lukt. We hebben net een probleem gehad in de station samen met die man die er keurig opgelost. Ga maar voorbij. Ja.
is het met jou? Goed. Ja? Ja. Mag ik ook? Beste is de beste. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 10. Oké. Okay. 4 keer 10. Shout-out naar ja. Xavier. Dat is 45 kilometer. Nee. Hoeveel dan? 40. En hoe ging het, mevrouw? Ja, het ging goed. Ik word een kleintje iets langzamer. Ja. Hoeveel hebben ze gelopen? 5. 5? Ja, 4 dagen 5. 4 keer 5? Ja. Dat kleintje? Ja, ook. Je hebt ook meegedaan. Knap hoor. Ja. Goed gedaan. Heel goed hè. Super trots hè. Wat een belevenis, de avondvierdaagse in Boksel. Hoeveel deelnemers zijn er? Weet u dat? Ja, ik had begrepen aanvankelijk 1500 en het is gestegen tot 1750. Dus ja, het is geweldig. Dat is veel animo. En de gezelligheid, ja, die kun je zelf ervaren hier en beleven. Ja. En het weer valt ook niet tegen? Nee, het weer valt niet tegen. Ik denk ook dat het heerlijk is om op deze manier de avondvierdaagse mee te kunnen maken. Maar u heeft niet overwogen om zelf ook een keertje mee te lopen? Nee, eerlijk gezegd niet. Dit jaar sla ik even over. Ik heb vroeger wel vaak meegelopen en heb ik ook met veel plezier gedaan. Maar, heel eerlijk, daar zaten ook soms wel moeilijke momentjes tussen hoor, voor mij. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, zo meteen naar de prijsuitreiking. Klopt inderdaad, ja. We gaan zo meteen alle deelnemers in ieder geval bedanken voor hun deelname. En nou, ik hoop dat ze zichzelf een groot applaus willen gaan geven. Daar ga ik in ieder geval vragen. Zo is het. Veel succes. Dankjewel. Piet, we gaan over de rode lopen. Stukje. En je bent er! Ja, het was heel goed gegaan! Ja? Ja! Heel goed! Dus we gaan nu feesten! Feesten! Yeah. Hey, hoe ging het? Ja, heb je goed gelopen? Goed gedaan, meid. Hi! Hoi! En hoe ging het? Goed! Ja? Maar ik was tegen een hekje aan een houten hekje splinter gekregen. Oh. Maar je bent er. Op de rode loop. Ja. Dames. Hoi. Jullie hebben het gehaald. Ja. Hoeveel heb je gelopen? 10 kilometer. 4 keer 10? Ja. Knap. Ja. Nou, jullie zijn er. Ja. Klaar. Ja. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. Ik hoorde net van loco-burgemeester Marielle van Alphen dat er 1750 deelnemers zijn. Ja, fantastisch hè? Toch? Hadden wij niet verwacht, want vorig jaar waren het een stuk minder. KBO, Keistampers is het geworden het afgelopen jaar. We zijn dus helemaal overgeswitcht. Keistampers is de organisatie die het organiseert? Ja, de Keistampers en een gedeelte van de Keistampers heb ik gezegd, we gaan ervoor. We gaan toch door met deze tocht, geweldige tocht. Ja, onvoorstelbaar. En u heeft ook een beroep gedaan op het weer, de mensen die het weer regelen? Nou, dit is fantastisch hè. Zo mooi weer, 4 dagen lang, prachtig weer. En het is zo mooi gegaan allemaal, dus we zijn super trots. Nou, maar we doen het natuurlijk met een heel team hè. En zonder vrijwilligers komen we er niet. Dus het is wel heel belangrijk dat dat blijft aangroeien. Complimenten voor de organisatie en op naar de 1800 volgend jaar. Daar gaan we zeker toch? Proberen. Ja. En u houdt de score bij? Ja, ik hou de score bij, ja. Hoeveel kinderen hebben er meegedaan? Volgens mij 109. Zo, dat is veel. Dat is veel, hè? Ja. En hier krijgen ze, wat krijgen ze hier? Ze krijgen een medaille en dan de tegoedbon en een zakje chips. Oh, lekker. Voor de... Maar geen drinken of zo met die weer? Nee, geen drinken. Hebben ze allemaal van thuis meegenomen. Dag meneer. Dag. Waar gaat die bosbloemen naartoe? Of hebt u die net gekregen? Ja, die bosbloemen gaat naar mijn vrouw. Ze hebben ook meegelopen. Ah. En mijn zoontje.
Ja, ik geef hem die bosbloemetje. Altijd leuk voor een vrouw, hè, bosbloemen? Jazeker, jazeker, ja, ja, ja. Hoeveel kilometer heeft ze gelopen? Ze hebben... Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? Vijf. Vijf, 4 keer 5. Dat is heel veel. En ja. Kon je moeder het een beetje bijhouden? Of ja. Moest je ze een beetje meenemen aan haar handje? Goed gedaan, jongen. Ja. Goed zo. Allemaal. Wat ontzettend gaaf om jullie zo met zoveel hier op de markt te zien. Is echt fantastisch. Jullie hebben allemaal een topprestatie geleverd. En ik wil dus op de eerste plaats aan jullie vragen. Ik wil jullie vragen of jullie een heel groot applaus voor jezelf willen geven. Laat je maar horen. Ik zie rode t-shirtjes. En ik zie gele t-shirts. Oh, Jos. Ja, en als ik zeg wie tweede is, en dan ga ik zo doen, dan weten we ook wie er eerste is, hè? Op de tweede plek is geworden de Angela Schoor. Jullie gaan winnen. Ja. De Peterschool. Komt ie en hou hem omhoog. Dames en heren. Hey, maar dat was nu niet echt de prijs. Want hier, kijk eens, dit is de grootste beker. De wisselbokaal. En wat is er als je hem 3 keer wint? Dan mag je hem houden. Ja. En dit is de 3e keer. En jullie mogen hem houden. Zet hem in je kast.